Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Een wisselend bewolkt weerbeeld boven Nederland met wat opklaringen maar ook met wat wolkenvelden. En uit die wolkenvelden valt verspreid over het land nog een enkele bui. Misschien hier en daar zelfs met een licht winters karakter. Vanochtend temperaturen oplopen tot iets boven nul, 3 graden langs de kust. En vanmiddag komt daar nog wel wat bij en dan halen we maxima van een graad of 7. Er valt nog een enkele verspreide bui, want op veel plaatsen wordt het toch ook droog. en De zon schijnt af en toe, de wind draait naar het zuidwesten en begint voorzichtig toe te nemen. Vanavond wordt de wind vrij krachtig langs de kust, een windkracht 5. Dan valt er vooral bij zee, misschien een spatje regen. De rest van het land overwegend droog, een graad of 4 op de thermometers. Morgen dan in het westen van het land duidelijk meer wolkenvelden. En vooral in het zuidwesten kan ook wat lichte regen vallen. In het oosten en noordoosten blijft het droog, een klein beetje zon: 5 tot 7 graden wordt het. En De wind speelt wel een belangrijke rol uit het zuidoosten. Donderdag valt de wind weg, vrijdag en zaterdag ook niet al te veel wind. En een rustig weertype. Met van tijd tot tijd de zon: ook wolkenvelden, maar de neerslagkans is klein en de temperaturen lopen op. In het weekeinde gaan we voor dubbele cijfers. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.